Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaat na waarom enkele boeren in het binnenland nog geen tegemoetkoming van de staat hebben ontvangen in verband met de overstromingen in 2022. LVV-minister Prahlad Sildin reageerde woensdag op vragen van verslaggevers en merkte op dat de mensen die nog niet in aanmerking zijn gekomen, dit moeten doorgeven aan de desbetreffende organisaties of personen. Er is opname gedaan in de kuststrook door LVV, in het binnenland door mijn collega Van Ros. En die opnames zijn allemaal opgestuurd voor financiën. Ik heb een lijst ontvangen welke ik reeds via de president heb doorgestuurd naar DNA-voorzitter. En met al die namen van mensen die gehad hebben, hoeveel ze gehad hebben. En ik heb ook opgeroepen in DNA van mocht er nog gevallen zijn van boeren die dat nog niet ontvangen hebben. Dan hebben we graag dat die DNA-leden dan even met kortsluiten met ons. Dat we even nagaan van wat dan gelegen heeft. Want één groot probleem was dat veel van die boeren geen bankrekening hadden. Daarna hebben ze rechtstreeks ook naar financiën gestuurd waarvan wij geen overzicht hadden als LVV. Maar dit willen we nadrukken, want het geval moet nu echt een keertje afgerond zijn. In de districten Nikeri en Saramaka hebben de meeste boeren hun schadevergoeding al ontvangen. Er wordt nu onderzocht waarom er nog problemen zijn met de overige uitbetalingen, zegt de minister. Wat opviel is dat van het Nikeri, Saramaka, er zeker nog 10 gevallen waren die nog niet betaald waren. En we kennen die boeren ook, we weten dat ze schade hebben geleden. Dus nu is het kwestie van even natrekken bij financiën weer. Van waarom het niet uitbetaald is. In het begin was het wel bankrekening, dat weet ik. Maar waarom het nog steeds speelt, dat moet snel opgelost worden. Het ministerie gaat na uit welke sectoren er meer ontvangsten kunnen komen en ziet een mogelijkheid in de visserijsector. Ook tegen de illegale visserij moet er worden opgetreden, zegt minister Sildin.